Beste vrienden, telt men bij het drievoud van een getal het tweevoud van een ander getal op, dan krijgt men 35. Telt men echter bij het drievoud van het tweede getal het tweevoud van het eerste getal op, dan is de som gelijk aan 140. Bepaal die getallen. Het eerste wat we gaan doen is die getallen een betekenis geven. X is natuurlijk het eerste getal en logischerwijs is y dan het tweede getal. Je hoeft voor dit stelsel op te stellen eigenlijk de vergelijking maar te lezen. Bij het drievoud van het getal tel je het tweevoud van een getal op en dan krijg je 135. Ga je echter het drievoud van het tweede getal optellen bij het tweevoud van het eerste getal, dan krijg je 140. Het eerste wat ik doe, is ik ga die twee vergelijkingen even in de algemene vorm gieten, want dan kan ik zo dadelijk zeer handig mijn combinatie toepassen. Dus ik wissel 3y en 2x in de onderste van plaats. En ik ga nu over tot de vermenigvuldiging. Ik ga hier vermenigvuldigen met min 2. En ik ga hier vermenigvuldigen met 3. Dat levert mij hierop min 6x min 4y plus 270 is gelijk aan 0. Hetzelfde hier, ik krijg 6x plus 9y min 420. Ik tel deze bij elkaar op. En de x'en vallen natuurlijk weg ten opzichte van elkaar. En wat betreft de y-waardes krijg ik hier 5y min, moet dat zijn, min 150 is 0. Ik neem nog één vergelijking mee over, dat maakt op zich niet zoveel uit welke dat is. Ik neem deze mee, 3y plus 2x is 140. Ik ga verder, ik krijg hier 5y is min 150. En ik ga die ondersom, omdat ik in de bovenste y ga vinden, ga ik x afzonderen. Dus 2x is 140 min 3y. Ik krijg hier in de bovenste y is, dat moet natuurlijk geen min meer zijn hier, uiteraard is die min daar vertrokken. Ik krijg 150 gedeeld door 5, dat is 30. En ik kan die 30 invullen in mijn onderste vergelijking. 140 min 3 maal 30 en niet vergeten gedeeld door 2. Ik ga hieronder verder. Ik heb dus y is 30 en x is 140 min 90, dat is dus 50, gedeeld door 2, dat is dus 25. Ja. Uiteraard is het een vraagstuk, dus bij een vraagstuk hoort er een antwoordzin en hoort er ook een controle. Ik ga dat heel even op de volgende bladzijde noteren. Ik zal eerst de controle uitvoeren. Om de controle uit te voeren is het volgende, dus we weten, ik schrijf hier even op, x is 25 en y is 30. Om de controle uit te voeren moet je niet als een kip zonder kop je stelsel invullen, maar gewoon stap voor stap beginnen nadenken. Het drievoud van 25 is 75. Het tweevoud van 30 is 60. Als ik dit optel, kom ik aan 135. Stel nu dat ik het drievoud neem van 30, dat is 90, en het tweevoud neem van 25, dat is 50. Als ik dit optel, heb ik 140. Dus
Na controle blijkt dat mijn vraagstuk klopt en ik noteer de antwoordzin. Het eerste getal is 25. Het tweede is 30. Zo, hopelijk is het gelukt.